Alleen met de goden van Alex Bogers. Waarom is het verkozen tot mooiste boek van 2015? Ja, waarom? Dat is natuurlijk eigenlijk de vraag aan de kiezers hier in Amstelveen die het hebben verkozen. Ik vind het persoonlijk ook het mooiste boek van het afgelopen jaar. Het is een roman die onder je huid kruipt. Als je het leest, grijpt het je aan. Het is heel dik, maar toch lees je er als een trein in. En het is een boek over een jongen die opgroeit, heel veel ellende kent. Maar toch is het een heel hoopvol boek. Hij blijft volhouden, hij blijft volharden. En waarom spreekt dit boek de mensen aan om hierop te stemmen? Nou ja, ik denk echt dat dit boek door heel veel mensen, dat het heel veel mensen geraakt heeft. Het is een boek wat niet direct overkomt als een bestseller of als een boek wat gehyped wordt. Maar mensen die het opgepakt hebben en het uitgelezen hebben. En ik denk dat mensen het allemaal gevoeld hebben. En zich na dit boek denken van ja, als ik naar een eiland moet in mijn eentje, dan neem ik dit boek mee. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat gevoel heb ik zelf. Ja, u heeft zelf ook op het boek gestemd. Welk boek was de runner-up? Ja, ik mocht zelf niet stemmen, maar als ik had mogen stemmen. Ik mocht natuurlijk nomineren. De runner-up was Thomas Verbocht, Als de winter voorbij is. Het was wel een beetje spannend welke van deze twee zou winnen. Maar wat mij betreft, gelukkig heeft Alex Bogers gewonnen. Maar dit is zeker ook een heel mooi boek, maar een heel ander boek. In de top 5 zie ik dat alleen maar romans zijn. Is er speciaal dit jaar alleen voor romanboek gekozen? Het zijn inderdaad 5 romans die we hadden gekozen. Maar dat is voornamelijk omdat in onze winkel romans toch wel de belangrijkste groep is. We verkopen de meeste romans. Dus dat is een beetje waarom we ook gekozen hebben voor 5 romans.